hoofdstuk 3, paragraaf 1. Een beetje je zin krijgen. Het parlement is de baas. In Nederland kennen we de grondwet. In die grondwet staan je rechten en je plichten. Een van die rechten is bijvoorbeeld het kiesrecht. Via het kiesrecht kunnen we stemmen voor het parlement, ook wel de volksvertegenwoordiging genoemd. Zo kunnen we zelf invloed uitoefenen op wie er de baas is in Nederland. Als het parlement eenmaal gekozen is, dan zie je dat iedereen eigenlijk weer opkomt voor zijn eigen stukje belang. Elke fractie probeert op te komen voor zijn eigen belang. Een fractie bestaat uit meerdere personen. Hoe meer personen, hoe meer macht zo'n fractie heeft. En meer macht betekent dat je anderen je wil kan opleggen. Dus hoe meer mensen in ons parlement jij hebt zitten als partij, hoe meer macht je hebt in Nederland. 150 is te veel. Omdat je niet met 150 mensen altijd maar een besluit kan nemen, hebben wij een dagelijks bestuur. Dat dagelijks bestuur noemen wij de regering. Dat dagelijks bestuur wordt dan weer ondersteund door allemaal ambtenaren. Want ook de regering kan het niet alleen. Actie. Een groep mensen die allemaal hetzelfde willen, is een belangengroep, zoals we gehad hebben in het vorige hoofdstuk. Een belangengroep probeert invloed uit te oefenen op de politiek. Als dat dan lukt, dan spreek je niet meer van een belangengroep, maar van een pressiegroep. Een pressiegroep heeft dan weer verschillende machtsmiddelen. Nou, voorbeelden van machtsmiddelen voor pressiegroepen zijn lobbyen of demonstreren, stakingen enzovoort. Toch blijft er ook altijd wel een verschil. Zo komt een belangengroep zoals de Algemene Onderwijsbond op voor één belang. Belangengroepen hebben eigenlijk altijd maar één belang. Terwijl een politieke partij juist kijkt naar het algemeen belang. Wat het dan weer lastig maakt, althans voor de politieke partijen, is dat in Nederland die politieke partijen ook allemaal weer van mening verschillen. Ze liggen dus ver uit elkaar soms. Daarom moet er in Nederland altijd een tussenoplossing worden bedacht. En dat noemen we een compromis. Zodat iedereen toch een beetje zijn zin krijgt.